Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je stof kunt bedrukken met je gelplate. Ik heb een tijdje terug deze etui al eens gepost op Instagram. Ik had stof bedrukt met de gelplate en het scheen wel goed, maar toch ook weer niet helemaal. Dus ik ben het zelf wat gaan verbeteren voor mezelf. En dat wil ik jullie nu gaan laten zien hoe ik dat heb gedaan. Nou, dit was dus mijn eerste etui. Hij is vrij licht van kleur. Ik vind hem wel mooi, maar ik houd van veel kleur en uitgesproken kleuren. Dus deze heb ik ook gemaakt. Ik heb hem gelijk wat groter ook gemaakt. De patroon van de etui en hoe ik de etui gemaakt heb, dat kun je allemaal terugvinden op mijn blog. Onderin de video omschrijving van deze video, daar vind je een link. Als je daarop klikt, kom je bij mijn blog en dan kun je lezen hoe ik deze etui heb gemaakt. Ik laat dus vandaag alleen zien hoe je de stof kunt bedrukken op je gelplate. Nou, zoals je ziet, de kleuren zijn hier mooi uitgesproken. Ik heb gewoon Amsterdam acrylverf gebruikt, wat ik eigenlijk altijd gebruik voor mijn gelplate. Alleen heb ik daar een textielmedium aan toegevoegd. En het textielmedium die zorgt ervoor dat de stof lekker zacht blijft, dus dat de verf niet hard gaat worden. Die zorgt er ook gelijk voor dat de stof watervast wordt. Dus je kunt de etui ook nog uitwassen mocht het nodig zijn. Er zijn verschillende merken textiel mediums te koop. En ik vond het best nog lastig even zoeken. De kunstwinkel hier in Oldenzaal, die had het niet. En die vonden het blijkbaar ook een beetje een moeilijke vraag van mij. Online is het te vinden, bij de betere kunstwinkels is het gewoon te koop. En ik heb het online gevonden. Ik heb een hele grote fles gekocht van Creal. En dit is een textielmedium. Die is geschikt voor allerlei verfsoorten. Je moet het strijken en dan is het gefixeerd en is de stof watervast. Kun je dus uitwassen. Nou, er staat precies op de fles hoe je het moet doen. Elk medium, elk merkmedium is weer anders. Dus lees gewoon de gebruiksaanwijzing van jouw textielmedium, hoe jij het moet gaan verwerken. Nou, de mengverhouding van deze is ongeveer 1 op 1. Dus ik heb in kleine bekertjes, die kun je ook kopen bij de Action. Je kunt ze overal kopen. Dit zijn van die liqueurbekertjes. En ik heb daar een beetje Amsterdam verf in gedaan. Een gele kleur en een paarse kleur. Ik ga de kleurnummers nog wel even vermelden in de omschrijving. Nou, de verhouding van de Creal textielmedium en de verf is ongeveer 1 op 1. Dus dat ga ik eerst doen. Ik ga mijn textielmedium nemen en ik ga er ongeveer eenzelfde hoeveelheid bij indoen. Nou, dan neem je gewoon een roerstokje en je roert de verf en de medium roer je heel goed door elkaar heen. Je kunt het ook gaan mengen op je gelplate, maar ik merk gewoon, ik vind het handiger om gelijk in één keer een hoeveelheid verf te mengen die ik dan klaar heb. En voor deze etui ben ik namelijk 2 lapjes stof nodig. Dus dat red je niet met 1 lapje stof om die te printen. Dus vandaar heb ik graag een kleine hoeveelheid verf klaar voor gebruik. En die ik dan rechtstreeks kan aanbrengen op mijn gelplate. Dus je zorgt ervoor dat het textielmedium goed door je verf is geroerd. Nou, dat kun je heel eenvoudig doen met kleine roerstokjes, ijslollystokjes, noem maar op wat jij maar hebt. Nou, dit is ook goed gemengd. Nou, die zijn klaar voor gebruik. Ik ga mijn grote gelpress gelplate gebruiken. Ik heb hem maar vastgelegd op mijn werkvlak. En de stof die ik ga gebruiken. Ik heb hier een lapje stof. Dit is gewoon wit katoen.
En ik heb heel veel stof destijds ooit gekregen van een vriendin. En ja, ik gebruik het eigenlijk overal voor. En ik heb hier lapjes van geknipt. Die heb ik uitgewassen in de wasmachine. En vervolgens heb ik ze allemaal gestreken. En zo weet ik dat alle eventuele paprestjes wat nog in de stof zit, dat die eruit is. En dat er verder geen toevoegingen meer aan de stof zitten. En de stof kan ik dus goed gebruiken voor mijn afdrukjes. Nou, ik ga gewoon verf aanbrengen. Op mijn gelplate. Ik gebruik mijn brayer om de verf wat uit te rollen. Heb ik niet genoeg verf, ga ik gewoon nog wat extra verf aanbrengen. Ik rol het restje verf even af op een stukje papier. Zodat ik niet gelijk het geel en het paars heel erg ga mengen. Ook de paarse ga ik op mijn gelplate aanbrengen. Deze breien ga ik even een beetje afrollen. Nou, ik ga met de foamstamp even motiefjes maken. Ik ga beginnen in het geel. Die ga ik stempelen in het paars. En ik ga weer in het geel, in het paars, in het geel, in het paars. En je ziet, op deze manier krijg je paarse afdrukken in je stof. Wat je nu even doet. Ik druk even mijn foamstamp nog een paar keer af. Dat het meeste verf eraf is. Dan pak ik even snel een babydoekje. En ik maak even snel de stempel een beetje schoon. Dat het meeste verf eraf is. De stempel kan drogen. Laat je alle verf op de foamstamp zitten. Dan zullen ze op een gegeven moment gewoon wat minder afdrukken. Nou, dat wil ik niet. Dus vandaar eventjes snel schoonmaken. Je kunt het later nog wel beter doen. Nou, en nu pak je gewoon je lapje stof. Laat je lapje stof erin vallen. Je gaat de stof aandrukken. Even flink stevig aandrukken. Haal het er niet te snel af. Laat de verf even zijn werk doen. De verf die trekt soms een beetje in de stof. Dat is niet erg. Je ziet op sommige plekjes ook waar wat meer verf heeft gezeten. Daar trekt het een beetje door de stof heen. Geeft allemaal niets. Nou, en dan haal je heel eenvoudig je lapje stof eraf. En je stof is bedrukt. Dit laat je vervolgens een nacht drogen. Ik leg ze echt, ik ga 's avonds ga ik printen. Ik leg de stof weg. De volgende dag, dan pak ik de stof. Ik voel even voor de zekerheid, maar het is eigenlijk wel droog. En daarna ga ik de lap strijken om ervoor te zorgen dat alles gefixeerd is. Dus dat de textielmedium ervoor zorgt dat de verf watervast wordt. En dan is deze stof helemaal beschermd en kun je er eigenlijk van alles mee doen. En ik heb er dan een etui van gemaakt. Maar ja, op deze manier kun je gewoon je eigen prints maken voor je stoffen. En ik heb het nu op een grote gelplate. Je kunt natuurlijk ook op een kleine gelplate werken. Dat je verschillende afdrukjes gaat maken. Het is helemaal aan jou om daar, om daar wat mee te gaan doen. Nou, er zit nog wat verf op je plate. Nou, wat je altijd kunt doen, is dat je even een kopieerpapiertje pakt. Je legt die erop.
Je kunt er even met de breier overheen gaan. Om nog even wat extra aan te drukken. En je hebt nog een ghostprint. Ik weet niet of het helemaal duidelijk te zien is. Maar je kunt nog een extra print maken van je gelpleet. Dus op deze manier kun jij gewoon leuk je eigen stof gaan bedrukken. Ik heb er een etui van gemaakt. En ja, het is geheel aan jou wat jij ervan gaat maken. Dit is wat ik jullie in deze korte video wil laten zien. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Ik hoop jullie ook snel terug te zien bij een volgende video. Elke woensdag, elke zondag komt er weer een nieuwe video online. Abonneer je op mijn videokanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Zo mis je geen enkele video meer. Vond je dit een leuke, interessante video? Geef eens een duimpje omhoog. Heb je een reactie? Wil je wat kwijt? Heb je vragen? Stel ze mij gewoon. En ik lees al jullie reacties. Ik vind het ontzettend leuk om te lezen. Dus doe dat ook vooral. Nou, nogmaals, ik dank jullie voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie graag snel bij een volgende video. Tot snel!